De herfstvakantie, dat is traditioneel ook de tijd van de Antwerpse boekenbeurs, die telkens zo'n 120.000 bezoekers ontvangt. Het zou de 84ste editie zijn, maar die gaat om de bekende reden niet door. Een opsteker voor de sector is wel dat boekenwinkels onder essentiële winkels vallen en dus open mogen blijven. En wie inspiratie zoekt, kan die vinden in de boekenmarathon. Het lijken beelden uit een onwezenlijk verleden, de boekenbeurs in 2019. En zo ziet de hal van de Antwerpse Expo er vandaag uit. Gelukkig is er de komende dagen een alternatief, de boekenmarathon. We zitten in Antwerp Expo. Het is hier leeg zonder jou, het is hier koud zonder jou. En toch gaan we hier 11 dagen lang om het kwartier een andere auteur ontmoeten. Want een boekenbeurs is belangrijk voor auteurs, zeker voor beginnende schrijvers. Dat zijn mensen die normaal gezien op boekentour gaan, die signeersessies houden op de boekenbeurs en daar dan hun lezers ontmoeten. En dat geldt trouwens ook voor heel grote namen, zoals Tony Koppers, die hier 11 dagen lang kampeert normaal gezien. Het is heel belangrijk dat we dat draaiend houden, anders hebben we over een paar jaar gewoon een vergraald landschap, ook in de literatuur. De sector is trouwens blij dat boekenwinkels als essentieel beschouwd worden en dus open kunnen blijven. De coronacrisis is heel voelbaar, maar we zijn zo blij dat de boekenwinkels kunnen open blijven. Dat was eigenlijk fantastisch nieuws dat we vernomen hebben. En ik zou zeggen, al diegenen die kijken naar die alternatieve boekenbeurs en die kriebels krijgen, die hoesting, ga naar uw favoriete boekhandel en koop lokaal. En een crisis schept zelfs mogelijkheden. Er zijn heel wat mensen die heel moeilijk naar zo'n boekenbeurs te krijgen zijn, maar die we nu wel kunnen bellen, omdat ze gewoon, net als wij, allemaal thuis opgesloten zitten. Ik ga met Otto Lenghi en Nigella Lawson over eten mogen praten. Ik ga Nicky French interviewen, wat altijd heel tof is. En al die interviews zijn live of uitgesteld te zien op VRT Nu.